Hey, hallo, mijn naam is Patrick. Leuk dat je kijkt naar deze video. Deze video gaat over autisme en is onderdeel van een playlist. Die playlist die vind je hieronder in een link. En in deze video probeer ik uit te leggen wat autisme is. En hopelijk heb jij daar wat aan. Ik vergelijk autisme altijd. Ik maak altijd de vergelijking tussen auto's of computers. Zeg maar, als je de maatschappij hebt, dan hebben de meeste mensen die draaien bijvoorbeeld op hun computer, hebben ze Windows, een besturingssysteem. Maar autisten die draaien op Linux of die draaien bijvoorbeeld op Apple. Zeg maar, er zijn een aantal mensen die een Apple computer hebben. Dat betekent niet gelijk dat ze autistisch zijn, hè? Maar het is niet per se beter, het is niet per se slechter. Het werkt gewoon anders. Ze hebben net even een stapje meer nodig. Ik heb een lijstje met kenmerken van internet gehaald. Ik heb zelf PDD-NOS. Dat staat voor Pervasive Development Disorder Not Otherwise Specified. Dus het is eigenlijk een ontwikkelingsachterstand, kan je het ook wel noemen, die verwant is aan het autistisch spectrum, zeg maar. Dus het heeft dezelfde kenmerken als andere vormen van autisme, maar het past er net helemaal niet bij. En de kenmerken zijn zwaarder bij andere vormen of ze zijn lichter bij andere vormen. En dat is ook nog eens per persoon afhankelijk hoe zwaar of hoe licht de kenmerken zijn. Als jij mijn leeftijd bent, 28, en jij hebt net te horen gekregen dat je autisme hebt, dan ga ik er even vanuit dat je op het niveau zit qua, niet negatief bedoeld, maar dat je... dat je een kleine ontwikkelingsachterstand hebt. En ik heb hier een lijst met kenmerken, zeg maar, die omschrijft kinderen met PDD-NOS. En het komt vrijwel overeen, is mijn ervaring, dat het ook overeenkomt bij sommige volwassenen nog met PDD-NOS. Dus daar gaan we. Het eerste kenmerk wat ik wil noemen is eigenlijk wel een van de bekendste kenmerken. En dat is zich moeilijk kunnen inleven in een ander. Daar heeft een autist moeite mee. Over het algemeen. Het is wel iets wat trainen is. Een praktijkvoorbeeld wat ik daaruit kan geven, die heb ik onlangs gehoord, is een meisje zonder autisme en een jongen met autisme. Die hadden een relatie. En het meisje belt hem op. Op zijn werk toevallig, om te vertellen dat hun hond is moeten inslapen. Ze heeft de hond moeten laten inslapen bij de huisarts, want die was ziek. En ze was daar een beetje verdrietig over en dat kon je horen aan haar stem. En dat pikte de autist natuurlijk niet op. En aan het einde van haar verhaal reageert de autist op de volgende manier. Dat is namelijk, die zegt oké. En die gaat verder met zijn eigen verhaal. Daardoor wordt de vrouw een beetje geïrriteerd. En zeg maar, later die dag, als die man thuis komt, of die jongen komt thuis van zijn werk, krijgen ze daar een beetje ruzie over. Die jongen die heeft geen idee waarom hij ruzie heeft met die vrouw, omdat hij niet inziet wat er verkeerd is gegaan. Hij kon zich zeg maar niet bedenken dat de andere persoon verdrietig is omdat die hond heeft moeten inslapen. Onhandig en angstig gedrag in sociale situaties. En dat kan zich soms ook nog eens uiten in koppigheid, driftigheid, soms wel agressie, soms huilen of zo. Gewoon puur omdat men niet weet op dat moment wat je moet doen. Je kan je voorstellen bijvoorbeeld een moment dat je als er ruzie is met iemand, iemand maakt ruzie met je. Dat is een angstige situatie als je niet weet wat je daar moet doen. Zeg maar, of bijvoorbeeld, elke situatie die je zeg maar in sociale omgang kan bedenken, alles wat je voor het eerst meemaakt, zeg maar, dat is angstig, ook voor normale mensen, voor andere mensen bedoel ik dan. Alleen voor iemand met autisme of PDD-NOS is het misschien net even wat moeilijker, zeg maar, gewoon omdat diegene moeite heeft met zich aanpassen. Of moeite heeft met begrijpen wat diegene moet doen. Bijvoorbeeld een spontane situatie die ineens ontstaat. Je moet zeggen, ik loop bijvoorbeeld over straat. En ineens kom ik een kennis van me tegen die ik al
En die begint een gesprek met mij, zeg maar. En ik had in mijn hoofd om naar de bakker te gaan. Maar ik werd onderbroken door die kennis en die begint een gesprek met mij. Wat moet ik dan zeggen? Die ander die blijft maar praten, zeg maar. En ik kan niet bedenken op dat moment dat ik moet zeggen van joh, ik heb een beetje haast, ik wil graag doorlopen. Wat mij bijvoorbeeld brengt bij het volgende kenmerk, zeg maar. Ik sta dus te praten met die vriend daar. Ik wil graag dat hij weggaat. Maar mensen met autisme hebben weinig begrip voor gebruik van non-verbale signalen. Oogcontact, gelaatsgebruik, lichaamshouding, zeg maar. Dat zijn allemaal dingen die ten eerste we niet... ze niet gebruiken of niet herkennen, allebei, zeg maar. Daar kan je wel in getraind worden, natuurlijk. Spreek daarin uit ervaring. Het volgende kenmerk is het ontbreken van wederkerigheid. En ik moet zeggen dat wederkerigheid, dat moest ik even opzoeken wat dat betekent. Iemand met autisme kan ook moeite hebben met bepaalde moeilijke woorden die ze nog nooit hebben gehoord. En dan denken ze, wat betekent dat? En wederkerigheid, dat betekent eigenlijk voor wat, hoort wat. Dus als ik iets voor jou doe, dan moet jij ook iets terug doen voor mij, zeg maar. En dat is niet gelijk duidelijk. Het volgende kenmerk is een eenzame en gesloten indruk maken. Dat geldt ook heel erg per persoon, zeg maar. Het is maar net, zeg maar, hoe sociaal getraind ze zijn, denk ik. Mensen die een beetje verlegen zijn, die komen natuurlijk niet graag in de kroeg en zo. Maar ik persoonlijk, zeg maar, ik kom elke week bijna in de kroeg. En ik ga nog in mijn eentje ook. Omdat ik daar mensen ken, zeg maar. Dus daarmee wil ik aangeven hoe groot het verschil is. Volgende kenmerk, dat is overgevoeligheid voor zintuigelijke prikkels. Of juist het gebrek aan gevoeligheid. Dan hebben we het over... warmte voelen. Persoonlijk hebben we een vrij hoge pijngrens, wordt mij altijd verteld. Dus misschien dat het ook wel een beetje op mij slaat, ik weet het niet. Iemand met autisme of PDD-NOS, die loopt achter met zijn taalontwikkeling. Maar ik was eigenlijk overal laat mee. Ik leerde laat lopen, ik leerde laat praten. Denk ik, volgens mij. Dat heb ik later wel goed ingehaald. Kunnen mijn ouders vertellen, want ik praat nu heel goed. Nog een kenmerk die ik tussenuit heb gepikt is eigenaardig ouderlijk taalgebruik. Dus rare moeilijke woorden, zeg maar, die je eigenlijk normaal niet gebruikt. Laten we zo zeggen, heel zakelijk taalgebruik. En nog eentje die op mij slaat is een onhandige en stijve motoriek. Zeg maar, die ook weer getraind kan worden, zeg maar, waardoor die beter wordt. Maar ik merk dat je, zeg maar, wat je spieren zijn wat zwakker bij mij dan. Zeg maar, ik ben niet zo sterk als een ander, zeg maar. En dat slaat dan weer heel erg op mij. Zo, dat was alweer een video voor deze keer. Ik heb een paar kenmerken overgeslagen. Die kan je hier vinden in de link die ik hieronder plaats, zeg maar. Ik hoop dat je er wat aan had, deze video. Post gerust een comment hieronder. Vertel me wat je ervan vindt. Stel me vragen. Verder nog, want ik heb vragen nodig om deze playlist, zeg maar, te vullen met bepaalde dingen. Bijvoorbeeld over gezichtsuitdrukkingen, boos gezicht, blij gezicht, verdrietig gezicht. Dat soort dingen, zeg maar, daar wil ik het ook gaan over hebben. Vergeet deze video alsjeblieft niet te delen met mensen die daar wat aan hebben. Like hem, dat vind ik ook erg leuk. En hopelijk tot de volgende video.